Nou, ik ben nu bij een cache aanbeland. Genaamd Wopke de Wonderdokter. En het is een kast met allerlei spannende kruiden, denk ik, of zo. En ik ga even de listing lezen, kijken wat ik doen moet. En kijken of we de slotcode open kunnen krijgen. Nu haalde Wopke zijn kruiden om medicijnen te maken hier in de omgeving uit de bossen. En één receptje staat hier beschreven. Dat heb ik een beetje nagemaakt en zo heb ik de code kunnen bemachtigen om het slotje te openen van deze mooie kast. En zo kom ik dan bij het logboek van Wopke de Wonderdokter. En dan kan ik mooi even loggen. Heel erg leuk gedaan. Heb je hem? Ik heb hem. Yes. Vergeet niet het codewoord, hè? Heel belangrijk. Ding dong. Zijn we in het land van ooit? Ja. Oeh, wat komt daar dan tevoorschijn ineens? Wauw. Schoolreisje uit. Voor het Uitermeer. Plofhuis. Geen idee wat een plofhuis is. Cash. Hint is achter stronkje. Nou, nu is de hint achter stronkje. En er liggen hier nogal wat stronken. Dus ik zoeken. Toch maar eens naar de andere kant van het pad gaan kijken. Ja, ook wel stronkjes. En toen opeens... Tada! Gevonden! Wat je daar dus ziet, die toren, dat is een huisswaluwentent. Grappig. Voor de zwaluwtjes. En wij gaan weer door naar de volgende. Bommelstein. Aardig optrekje. Poorten zijn gesloten. We mogen niet naar binnen. Helaas. Zie je huizen Bommelstein. Ik denk dat dit de cache is. Yes. Got it. Je komt hier langs leuke plekjes zo. Jammer. Kijk of ik er omheen kan.
Ik zie een bankje. Bankjes zijn altijd verdacht. Nou, het was niet het bankje, want dat staat daar. Maar ik zie hem vanaf hier. We hebben er gewoon weer eentje te pakken. Official Geocache. En door naar de volgende. Gaat op in de natuur. Maar niet zo heel erg als voor het geoefende oog van een geocacher. Te pakken.